Nog 10 dagen. En dan weten we of Trump opnieuw plaats mag nemen in de Oval Office... of dat het misschien Kamala Harris wordt, de eerste vrouwelijke president. De campagne voor de Amerikaanse verkiezingen... die bevindt zich nu in de stuntfase, zou je kunnen zeggen. En wat wordt dan zoal in de strijd gegooid? Een vlietbakkende Trump, een rappende Barack Obama... en vooral grote sterren. With the presidential campaign now in the home stretch, Kamala Harris is calling on the stars as Donald Trump heads west. And a new poll in the battleground state shows it is still anybody's race. It's a literal tie, 49-49. Wall Street Journal has got Trump up 2 points nationally, 47-45, which pretty much matches what we put out last week at the Fox News Channel. Trump is the only candidate that's talked about accelerating the growth of the country. Never touched by a human hand. Nice and clean. Donald Trump is running around. Put on his little McDonald's costume. Halloween came early for Donald Trump. John Kelly told the New York Times Donald Trump would rule like a fascist if reelected. But the single biggest lie that Donald Trump has exposed is that this is a functional democracy. If you wouldn't hire somebody to babysit your kids, like, you shouldn't make that guy the president of the United States. She broke it, and I promise you I will fix it. Ja, Michiel Vos, nek aan nek. Had jij eerlijk gezegd verwacht toen... Ik bedoel, Biden, dat ging niet goed na het laatste debat. Kamala Harris kwam, toen ging het echt omhoog. Ja. Veel geld binnengehaald, heel veel positiviteit. En eigenlijk is het gewoon echt dit. Het is gewoon bijna geen verschil. Ja, wat Trump heel goed doet is gewoon... Hij is heel steady. Zij heeft een beetje omhoog gegaan, kreeg veel aandacht, veel geld. En hij bleef gewoon op de achtergrond doortuffen. En nu zitten we een beetje, ja, wat we dan noemen, een beetje stunten... Hij doet gekke dingen, geeft gekke interviews, zegt gekke dingen. Maar het maakt allemaal niet uit. En het lullige voor haar is, zij wordt langzamerhand een beetje meegetrokken... in zijn soort afvoerputje. Want zij gaat steeds meer reageren op hem... in plaats dat ze zichzelf verkoopt. Eigen verhaal. Eigen verhaal. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. En je ziet ook een beetje frustratie links en rechts. Daar komen we daar ook nog even over. Maar bijvoorbeeld zo'n AOC die je in het filmpje ziet... die zegt, ja, Trump maakt ons belachelijk... Er zit een beetje frustratie in. Van hoe kan het toch dat die man staat daar frieten te bakken, godverdomme. Maar zij krijgt wel hulp van Obama bijvoorbeeld. Ze krijgt hulp, van iedereen. Zij krijgt hulp van Obama. Die staat te rappen met Eminem. En daar komt dan ook weer bij natuurlijk Bruce Springsteen. Dus je zou zeggen, eerst even deze twee. Nou, Obama is natuurlijk de superster van de Democraten. Iedereen wil zo'n campagne als in 2008. Dat kan ze denk ik niet helemaal. Dat weten we inmiddels wel. Maar ze doet het dan goed... Nales weer, dan kijkt iedereen naar Obama en denkt... damn, he's good. Damn, hadden we dat nog maar. Maar dat is het niet. Nu, het voelt iets te dunnetjes. Maar goed, ze groeit met de riemen die ze heeft. Obama zit daarin. Morgen gaat ze met Michelle Obama aan de slag. En dan heeft ze dus Bruce Springsteen erbij. Hè? De witte, gewone man, New Jersey. Bekend, beroemd, de moderne troubadour, zal ik maar zeggen. Ja. Met gitaar, die toch gewoon is gebleven. Met een flanellen shirt en die gewoon met een heese stem zegt... we gotta vote for Kamala Harris. Sterker nog, hij heeft een hele speech. Moet je kijken. Een hele speech. I want a president who reveres the Constitution. Who does not threaten, but wants to protect and guide our great democracy. Who believes in the rule of law and the peaceful transfer of power. Who will fight for a woman's right to choose. And who wants to create a middle-class economy that will serve all our citizens. There is only one candidate in this election who holds those principles dear, Kamala Harris. Ja, en toch, ondanks alle steun, et cetera, en ondanks alle dingen die Trump doet of zegt... ondanks het feit dat 40 van zijn 44 voormalige kabinetsleden hebben gezegd... wij steunen hem niet. Ondanks het feit dat zijn voormalige stafchef deze week heeft gezegd... Kelly, hij is een autoritaire man. Het is hij waardeert de generaals van Hitler. Ja. Ondanks het feit dat zijn vicepresident dat zelfs ook heeft gezegd... hij is de America's Hitler, maakt dat maar niet uit. Nee. Maar nog iets belangrijkers, Michiel. En, bedoel, we hebben elkaar vanmiddag ook gesproken op de radio. Ja. En toen leg ik je iets neer. En toen eigenlijk schrok ik van hoe jij schrok. Ja. Want... je overviel me enigszins, ja. Ja, nou ja. Nee, omdat, kijk. Normaal gesproken praten we over wat ze gezegd hebben... en voor wie wordt er gestemd en wie gaat er winnen. Maar bij jou wordt het persoonlijk. Laten we even kijken naar een uitspraak die Trump gedaan heeft... over the enemy within, de vijand van binnen. En dat hij die met het leger wil aanpakken... en dat hij die ook wil oppakken eigenlijk. Ja.
wie daartoe horen volgens hem. And it is the enemy from within, and they're very dangerous. The more difficult are, you know, the Pelosi's, these people, they're so sick and they're so evil. Dit is maar een kort stuk, hè? Kijk, hij zegt hier specifiek de Pelosi's. Yes. Dus niet Nancy Pelosi, de Pelosi's. Jij behoort daartoe. Ja. Jouw vrouw behoort daartoe, je kinderen behoren daartoe, je schoonvader behoort daartoe. Ja. Als jij een presidentskandidaat ziet zeggen van ik stuur het leger op jullie af als ik win. Ook op jou. Vanmiddag heb ik je overvallen. Je hebt erover kunnen nadenken. En ik heb er slecht over nagedacht, want ik ben er nog steeds niet uit. Nee? Ik ben nog steeds er een beetje door overvallen dat hij zou zomaar kunnen winnen voor 10 dagen. Zeker. Dat hij dat zegt en dat ik nog steeds niet denk van oh my god, we moeten onze tassen pakken, we moeten het vliegtuig boeken. Ja. Ik wil nog steeds afwachten eerst of die wint en ook of er dan de soep zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. Ik wil nog steeds niet bang zijn. Dat ben ik ook niet, maar ja, ook vandaag weer New York Times. If he says something, believe him. Hij heeft het eerder geprobeerd. Believe him when he says A, B, C. Weet je wel? Dit hoort daarbij. Ja, dus mijn verstand zegt, luister, maak je klaar. Ga eens even praten met je kinderen, met je schoonfamilie. Weet je wel, ga eens even zitten. Wat gaan we doen? Moeten we iets doen? Maar je wil ook niet paniekvoetballen. Ik wil niet panieken. Dat moet ook zeker niet van mij komen, want ik heb niet de achternaam. Die heeft mijn vrouw. Dus weet je wel, ik heb ook een beetje, ik zit er een beetje. Maar dit wat bij jou gebeurt, dat gebeurt natuurlijk ook in het land. Kijk, voor een deel wil je niet geloven wat een presidentskandidaat zegt. Nee. Je wil niet geloven dat als 40 kabinetsleden van hem zeggen, met hem moet je echt niet werken, hij is gevaarlijk. Nee, weet je wat ik dan doe? Dan denk ik, dat zijn 40 mensen. En dan denk ik, oh, maar hij staat ook frieten te bakken bij de McDonald's. Zo erg kan het niet zijn. Ik vlucht bijna in de frietenbakkerij van Donald Trump. En dan denk ik van, nou, een dictator, dat zal wel meevallen. Terwijl ik beter zou moeten weten, want 40 mensen die met hem hebben samengewerkt in de Oval Office, in het Witte Huis, zeggen, deze man kan nooit meer terugkeren in het Witte Huis. Dus het is aan de ene kant heel eng. Je wil niet naïef zijn, maar je wil ook niet panieken. I don't know. Ik weet het echt niet. Heb je wel eens eerder in, nee, je hebt niet eerder in zo'n situatie gezeten. Maar nee. Nou ja, en kijk, ik leg op 6 januari, tijdens de bestorming van het kapitaal. Ja, maar toen was je daar. Niemand wist wie ik was. Dat ging zo snel. Weet je wel, je staat in een soort storm van mensen. Mensen zijn overal bezig. Er is traangas. Mensen weten niet wie je bent. Het gaat allemaal zo snel. Nou ja, kijk, en jouw schoonvader is in elkaar geslagen. En daar heeft hij om gelachen. Ja, ja, ja. Dus het is niet theoretisch. Het is. En ik wil je niet bang maken. Nee, nee. Maar ik vroeg het me gewoon daadwerkelijk af. Ik probeer me in jou te verplaatsen. Nee, ik begrijp het ook wel. Hoe zou het hier zijn? Stel je voor dat je hier in Nederland een politieke partij hebt. En die zegt op een gegeven moment, nou, die Britt Dekkertjes, als ik minister-president word, ik stuur het leger op haar af. De Dekkers. Ja. Ja. Weet je, en dat ook, en dat ook, nee, maar dat ook constant herhaalt. En dat ook constant herhaalt. Best gestoord, ja. Ja, maar dat is wat er gebeurt. En nu? Ja. Wat? We moeten even naar de break. Ja. Maar, okay. Ja, maar je vindt het moeilijk gesprek, hè? Nou ja, ik vind het wel terecht, want het is ook, wat er ook moeilijk aan is, ik wil ook dan voor de kijker, ik wil ook nog ruimte geven aan Donald Trump. Want ik begrijp best waarom. Wat is zijn haat? Wat, ja, zijn haat is een soort revanche op het systeem dat hem heeft geprobeerd te pakken. In de rechtbank, impeachment. En daar zit voor een deel mijn schoonmoeder achter. Die was de hoogste baas, zeg maar, in het parlement. Ja. Die heeft gezegd, we gaan hem impeachen. Dat is waar. Tijdens de bestorming van het Capitool zat zij binnen stemmen aan tellen met Mike Pence. En hier zit ze naast mij in een belachelijke foto. Ja. Dus zij is een doelwit, dat begrijp ik wel. Maar het blijft zo fascinerend hoe anders het is dan in Nederland. Want dan denk je soms inderdaad met Geert en Jesse Klaver, dat is allemaal zo uiteenlopend. Maar wij hadden een huis in Florida, we gingen elk jaar op vakantie. En toen hij voor het eerst president werd, eigenlijk dachten we dat Hillary het zou worden, want in alle peilingen zou het zo zijn. En toen kwam Max Jank op de slaapkamer binnen. Ja, mijn man. Ja. Het is Trump. We gaan het huis verkopen. Hij heeft gewoon het huis verkocht, want hij wilde niet. Hij heeft het ook verkocht. Ja, want hij wilde verkocht. Niet een huis in een land met Trump als president. Ja. En toen dacht ik, wow, dit is zo anders dan in Nederland. Ik weet het. We gaan het huis verkopen en ik koop het in Amsterdam. Dat is klaar. Dat is het. Dit is een goede raad. Ja. Ja, ik zit ervan. Ik weet het. Het is gewoon. Ik vind het ook moeilijk, want je zit aan tafel en je wil ook ruimte, nogmaals ruimte geven aan mensen die zeggen, ja, maar Trump is toch best oké. Okay, was toch een. Dus ik wil niet alleen maar, weet je wel, piepen over ja, maar het is wel persoonlijk bij ons. Dus daar zit ik ook een beetje mee te worstelen. Dat is oprecht eng. Ja, wel een beetje, ja. Het is nu heel spannend, het is nek aan nek. Ja, het zegt nek Wanneer was de laatste keer dat het zo nek aan nek was? Is dat wel eens eerder gebeurd? Het is nooit zo nek aan nek geweest, al zo lang.
Nee. Ze lag een beetje voor, maar hij is eigenlijk heel steady geweest. En nu zijn ze gewoon echt steady. Het is 48-48. Niemand die het weet. Stel dat hij verliest, wat hoor je daarover? Want daar gaan nu ook wel de geluiden over dat mensen dan weer de wapens op willen pakken. En zo. Nou ja, dat hij dan zegt, ik heb verloren omdat er gefraudeerd is. We gaan ons gelijk halen. Weet je en wel? Hoe groot denk je dat de chaos wordt als hij verliest? Nou, hij heeft de boel heel erg opgedraaid. Ja. Dus heel erg, het is als een soort strak gespannen touwtje. En hij draait het echt op. Ja, het zou me niet verbazen dat er dan incidenten komen. En dan is het niet 2000 Al Gore tegen George Bush. Dat was allemaal heel keurig met rechters en met advocaten. Dit wordt dan wel, maar, zou ik zeggen, geweld. Ja. Weet je wat ik me altijd afvraag? Daar kun jij wel antwoord op geven. Een land met zoveel mensen. Hoe kan hij dan... Waarom is er niet een beter iemand? Omdat het een heel hard land is en een heel oneerlijk land is. En veel mensen voelen zich buitengesloten. En veel mensen denken, fuck it, burn the place down. En dat gaat hij doen. Hij is degene die dat moet gaan doen. En dat begrijp ik wel. Als ik de Hudson oversteek naar het westen vanuit New York en in echte Amerika terechtkom, denk ik ook van, oh my god, wat is dit een puinbak. Maar als ik in Florida ben, zeggen mensen... Ja, Florida is prima. Nou, die op hem stemmen, dan zeggen ze van, ja, hij heeft de economie beter gemaakt. Ja. En dan zegt dat bijvoorbeeld Max, helemaal niet. Dus... Nou ja, veel mensen zeggen, de economie was toen heel goed onder Trump. Die was ook goed. Wat is de waarheid? Totdat hij begon te stunten met corona en bleekmiddel en dat gedoe. Dat was allemaal wat minder in het laatste jaar. Maar de economie draaide. En heel veel mensen zeggen ook nu, ja, hij zegt gekke dingen. Hij is gevaarlijk, die 40 mensen die voor hem hebben gewerkt. Maar ik ga er gewoon op vooruit. En jullie hebben het allemaal over het gevaar. Ik kijk gewoon naar de prijs van eieren, de prijs van benzine en de rentelasten. En that's it. Dat is het enige waar ik naar kijk. De Rabobank in Nederland hebben ze een onderzoek gedaan. We hebben een aantal scenario's hebben uitgerekend. Eén scenario Kamala Harris. Twee scenario's van Donald Trump. Met name wat hij tarieven zou willen gaan invoeren. Ja, handelstarieven. En als Trump zou worden, zegt de Rabobank in het economische rapport, dan zouden wij per Nederlander €500 per persoon erop achteruit gaan. Ja. In een zwaar scenario €500 en in een milder scenario als zijn handelstarieven. Vanwege die tarieven. Vanwege die tarieven. Even nog de komende dagen, want vanavond, hij is in New York morgen. Hij is zondag. Zondag is hij in Madison Square Garden. Dat is in jouw stad. Ontzettende stunt. En dat is gewoon één grote middelvinger naar New York, zijn stad. Maar natuurlijk, New York haat hem natuurlijk. We hebben hem uitgekotst. Maar hij komt terug in het midden van de stad. Hij gaat die boel natuurlijk helemaal uitverkopen. Hij komt er als een bokser binnen. Het is echt de basketbalarena, de boksarena. Zij doet mee met Beyoncé, met Willie Nelson of all people. Ze doet podcasts. Hij gaat bij Joe Rogan zitten. Zij bij een vrouwenpodcast die heel beroemd is. Nou, ze doet allerlei dingen op zoek naar de kiezers op die straathoek, in dat segment, daar, zus en zo. De rest heb ik al. Ze zijn vandaag beide in Texas, waar ze normaal niks te zoeken hebben. Dat is helemaal geen swing state. Maar daar bereiken ze mensen die ze normaal niet bereiken. Zij bijvoorbeeld over abortus. En hij bij die Joe Rogan, de bekendste podcast van Amerika, of de meest beluisterde. Het is gewoon chaos. Het is gewoon stunten. Ik wens je veel wijsheid. Dank je wel. Michiel Vos. Ja.